Go Ahead staat tiende, hoopt alsnog de play-offs te halen. Dan zal dan zeker moeten winnen bij Telstar, de ploeg die eigenlijk al is uitgevoetbald. Al na 4 minuten is dit suk enigszins gelukkig, maar hij gaat er wel in. Het is een fortuinlijk begin voor Go Ahead Eagles. De ploeg die eigenlijk al dood was, maar de concurrentie heeft ons vergeten te begraven, zei trainer Joop Gal in aanloop na dit duel. Go Ahead Eagles is veel gretiger, is ook beter dan een zeer matig Telstar. Kolder legt af. Vint Schuurman, die veel mee opkwam. Antonia. Zijn voorzet is laag, komt toch weer terecht bij Kolder. Het lekkere aanspeelpunt en daar is hij opnieuw. Suk, na 31 minuten spelen, zijn tweede. En eigenlijk zitten de punten dan al in de tas en kunnen mee teruggenomen worden naar Deventer. Telstar doet heel weinig terug. Hier is Kolder. Weer is het Go Ahead Eagles dat alle tijd krijgt om er een leuke wedstrijd van te maken. En misschien terug gaat denken aan 1991 toen de club voor het laatst promoveerde. Want toen eindigde de ploeg als 11e in de competitie. Het is een prachtige bal van Joep van den Ouweland. Belandt op de paal. En dan blijft het dus bij die twee treffers allebei voor rust. In de tweede helft gebeurde helemaal niks meer. Voor Jan Poortvliet en Telstar kan het einde van het seizoen niet snel genoeg komen.